moet mijn excuses aanbieden. Tegenprestatie zeker. Ik ben een beetje bang voor jouw tegenprestatie. Ik daag jullie uit om gewoon een rapsong te maken, video te shooten gedurende de Bing Bang Tour. Wordt niks, joh. We staan hier op het Malieveld in Den Haag en vandaag is de dag dat we het goed gaan maken, Laurens. Vandaag gaan we de rap maken en de muziekvideo. Op naar de bussen. What kind of rap music do you like? Snoop Dogg. Snoop Dogg? Yeah. Ik zou niet even weten hoe ik moet rappen. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed Snoop Dogg every day. Ja, precies. Ik luister Franstalige muziek. En met regime? Ah, sorry? Met regimes? Matregims? Ah, Matregims. Ja. Matregims. Ja, ja, rap met ham, een beetje kippenvlees erdoor zo. We hebben groenten erdoor. Dat doet mijn vrouw ook altijd voor mij. Dat is zo rap maakt voor mij. Ken je ook andere raps? Nee. Niet. Rappers? Rappers wel, ja. Ook in gitaren doen. Wat voor muziek luister je dan graag? Green. Queen. Ik heb ook altijd tegen mijn kinderen gezegd dat ik de pijp had gehad. We are the champions, hè. Ja. Dat is toch mooi, man. Dat krijg je toch weer. Nou, we staan dus bij Laurens de Plus, de bus. En dat is een goede maat van de vrezen. Even gewoon wat smeuïg. Dat het een matte taartentrapper is. Matte taart. Ja, ook skra. Skra, ja, die komt erin. Skra. Ja. Wij maken vandaag een rapvideo voor Laurens de Vrezen. Die zit daar. Een goede raptekst. Een goede raptekst. Laurens, doe je best, want arrest is niet goed genoeg. Als je niet hard fietst, dan kom je er niet. Dus doe je best, ouwe beleg, anders ben je er niet. Ja, precies, Laurens. Moeilijk. Die, in your face. In your face, Laurens. Pak die maar eens, hè. Au. En rauw. Mag ik erin komen? Niet op de rommel letten. We moeten vandaag voor Laurens een rap gaan maken. Een rap? Een rap. Dus we hebben even wat inspiratie nodig. Alles toevallig, want ik rap soms samen met Laurens in het peloton. Je zoekt inspiratie voor tekst. Het leven, hè, hoe hard dat leven is. Ja. Hoe weinig die gewonnen heeft. Ja, dat ook. Ja, vooral dat. Vooral dat, ja. Maar wat voor rap luister je zelf? De Astana Pro Team rap. I'm Laurens de Vries from Astana Pro Team. When I was young, it was my dream. Oh. 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 Ah, come on, yo, yo, was dit de mai, yo, Bing Bang Tour, yo, yo. Yo, this is the rap for Laurens. We gonna beat him tomorrow and Teun's gonna beat him today in the TT. Anyway, we're going fast, Laurens de Vrezen is going slow. I don't know where to go, we go here, we go there, we go back to Belgium, Gerasbergen or the Den Haag. Den Haag. En niks van Laurens de Vrezen, we hebben niks van Laurens, niks van Laurens de Vrezen. Ik ben niet bang, ik ben niet bang, de Vrezen kan doen wat hij wil. Maar ik heb veel meer skill in het rappen, we doen van alles, we gaan straks fietsen. Sometimes, 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 sometimes. Love you Laurens, love you. Oh ja, drop de mic. Als we gaan. Ja, ik heb één blaadje vol. We beginnen met even een lekkere intro van Tour Tietema, Rap Takeover, Laurens de Vrezen, Skra, 187, al die dingen. Dat hij ons een beetje belachelijk heeft gemaakt. Maar dat we nu natuurlijk hier zitten met accreditaties. Ja, kan je? Ja, gaat goed hè. Je ziet gewoon die swag hè. Kijk. Even, moet gewoon in een rap moet dat toch? In een rap moet je toch een beetje. Normaal is allemaal, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar in een rap kan dat natuurlijk altijd even wat anders. Je ziet mensen ook kijken van goh, wat heeft die veel accreditaties. En het is van You Started. Oké, ik leg hem wel gewoon op de grond, ja? Komt toch niet op beeld? Nee. Dat was de Vrezen. 187. De videoclip zit erop. We hebben alleen nog een paar special guests. En we hebben vanmiddag gehoord dat Edward Teuns een vrij aardig stukje kan rappen. Dus laten we die even strikken voor het nummer. En hier moet hij zitten. Ja. Hier.
Die erop? Nee, jongen. Ik dacht meer aan dit. Toepak. Hij is best ruim, hoor. Ja, dit is toch prachtig. Edward in de Tour de Tite Bert busje. Om even een rap in te zingen. Die was goed! Die was lekker, die was lekker. Staat erop, hè? Ja, staat erop. Oké. Okay. Momenteel gaan we even de videoclip maken. Oeh, deze gaat hard aankomen, hoor, bij Laura. Hé, jongen, ik ga zo! Gewoon Eddie, man. Oh, nou ja, dat was even een goede videoclip. Ja, nou, ik zet er weer op. Ja. Bedankt. Hier rechtdoor. We blijven doorgaan met clipopnames. We zijn hier bij Laurens de Vreese. People still talk about Leo Laurens de Vreese. Oké, goed man. Ja, wordt hard. Ben je er klaar voor? Ja man, ik ben er klaar voor, jong. Oké. Ik ga mijn bril even opzetten voor de zon. Ja. Dan gaan we gewoon vol aan de bak. Kom even open. Voor de studio in. Ja, sorry. Pas. Ik rap nog beter, hè. Wat gebeurt hier precies? Ja. We hebben hier even twee afstaande gasten in een autootje geduwd. In onze muziekstudio. Om het in te zingen. Ik ben benieuwd waar ze mee komen. Ben je al onder de indruk? Maar jullie maken er wel wat van, jong. Hey. Wordt gewoon vuur. Het is een rap. Het is een rap. We zijn nu, het is de volgende dag. We moeten bij de bus nog even een paar scènes opnemen. Even weer even bij Eddie Teuns nog even wat extra beeldmateriaal. Eddie was 1 hour of that boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Goed, voilà, we zijn weg. Succes, Nellis. Bon chance. De rap van Laurens de Vreese is af. We hebben hem helemaal gemaakt van begin tot eind. Tekst, nu ingesproken, videoclip erbij. Wil je de videoclip zien? Klik hier. En doe even een duimpje omhoog voor deze making-of. Vergeet niet te abonneren, want er komt nog een vette video vanuit de Bing Bang Tour.